Herkent u hem, het jochie uit de beginlieder van ons programma? Het is de dan 4-jarige Sipko Kooi uit de Arnhemse wijk Alteveer. En hij rijdt een paar maanden na de oorlog mee in een bevrijdingsoptocht. En dat doet hij in een door zijn vader zelf gemaakte jeep. En Sipko, nou, die leeft nog steeds en hij woont in Doesburg. En wij zoeken hem op voor een trip door Memory Lane. Dit ben jij, of niet? Dat ben ik, ja. Vertel eens, waar zit je in? Want het is een fantastische foto. Ja, dat is een soort jeep. Die heeft mijn vader ontworpen en gebouwd. En ik heb begrepen dat hij onderdelen daarvan ook in de kachel heeft gesmeed. En mijn moeder heeft toen dat pakje gemaakt van parachutestof. Het is een echt trapautootje, zo. Ja, en ik vind het jammer dat ik hem niet meer heb. En hier zie ik, het zijn twee dames die jou trekken. Want het was denk ik een beetje een zwaar gevaarte voor zo'n klein jongetje. Ja. En hier staat de derde prijs. Dus het was, je hebt er nog een prijs mee gewonnen ook. Nou, mijn ouders dan eigenlijk. Hè. Maar goed, ik had de derde prijs, ja. Mijn moeder staat hier ook op, dat is deze. Daar. Ja. En mijn vader is daar. En ik dacht dat deze twee dames van de familie Krabbe dan waren, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar die hebben de touwtjes in handen, kijk maar, want ja, die zijn niet direct aan boord. De meeste dames hebben touwtjes in handen. Ja, zo is het leven. Ja. Ja. Nou, dat is het muurtje wat we misschien straks nog wel gaan zien. Hier, dit is de Katapultseweg, hier heb je de Bachlaan. Misschien moeten we daar gewoon eens gaan kijken. Ja. Was dat ook op de Katapultseweg trouwens of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht dat weten jullie wel. Kijk hier. Over jeeps gesproken, kijk eens. Ja, dat is geluk. Het komt net een jeep voorbij, maar dat is een beetje een ander model, hè? Ja, maar toch lijkt hij wel. Ja, inderdaad. Toch? Ja, grappig. Maar het is wel jammer dat we niet weten precies... Waar dat is geweest. Nee, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar wat is die... Wilhelmina. Oh, die natuurlijk. Was toen koningin. Ja, was koninginnedag natuurlijk. Ja. Hé, hey, daar komt hij weer. Hij wel op de film. Ik, ja, nou terecht. Ja, of misschien wil hij wel even vergeleken worden met... Goedemiddag. Moeten wij in een jeepje klimmen? Hi. Hallo. Dat vind ik wel. Hi. Ja, dat hoort erbij. Ik vind dat jij erin moet eigenlijk. Oké, dat is goed. Ik zou zeggen, kun je een plaats voorin? Ja. En dan gaan we even een kleine sentimental journey maken. Dat is prima, gezellig. Toch? En hier hebben we het huis van de fotograaf van Arnhem, de bekende Nico Kramer. Maar dit is de man die de foto heeft genomen van jou in je jeepje. Ja, dat dacht ik wel. En dat is het huis waar ik gewoond heb. Ja, dan gaan we daar nog even in rijden. Dit is de Bachlaan. En als je nou hier naar boven kijkt, dat heb ik vorige week gezien voor het eerst. Want de kogelgaten zitten in die muren. Het is allemaal dichtgesmeerd met cement. Dat is uit de tijd van Market Garden waarschijnlijk dat ze geraakt zijn. Ja. Dat is heel apart. Dus jouw vader heeft hier zijn knutselwerk verricht? Ja, ik denk daar in een schuurtje om de hoek. Er waren natuurlijk veel bevrijdingsfeesten. Ja. Daar was jij te klein voor. Toch heb je er herinneringen aan, hè? Ja, want dat was dan zomers met mooi weer. Dus die werden natuurlijk buiten gehouden. Met een behoorlijk aantal decibellen muziek. En wat deden jullie als kinderen dan met die feesten? Want bedoel... Dat kan ik me eigenlijk niet herinneren. Ik denk niet dat ik... Ik heb wel een keer een bier gezeten met een van mijn eerste vriendinnetjes. Maar dat was nog bier op de bon. Oh ja? Ja, en een taart die ik aangesneden had om dat samen te verorberen. Die had mijn moeder gebakken, maar mijn moeder was even weg. En die was natuurlijk gebakken met spullen op de bon gekocht, want dat was na de oorlog om het hamsteren te voorkomen natuurlijk. Je kon maar zoveel bloem krijgen, zoveel boter. Ja. En dat had ik een leuk feestje van gemaakt. Je eigen bevrijdingsfeestje? Ja. Misschien wel.